iedereen. Ja, hey Pascal. Oh, een spuitwater graag. Ja. Of nee, doe maar iets straffer. Een cola light. Oh, oh, amai, hier ze. Ons tante Nonneke is weer zondig met haar gat gaan schudden. Hela, nee. Ik ben naar de Zumba-les geweest. Ah, wel, ja. Ja, Zumba, dat is echt fitness, hè. Dat is serieuze workout op het ritme van Latijns-Amerikaanse muziek. Ja, vlieg het maar uit. Oh. Ik heb u wel door. Maar. Zeg, Pascal, jij bedient uw beroemde klanten niet meer zeker? Aha. Zeg, Noortje. En is dat plezant zo, die Zumba? Oh, dat is enorm plezant. Julio, dat is onze leraar, hè. Dat is een sympathieke man. Oh, die tante met haar gat gaan schudden, naar de meester lonken. Wat is dat? Schiet Paul de laatste tijd niet meer op doel misschien? Carmen, alstublieft. In plaats van die stomme belspelletjes te presenteren, zou jij ook beter naar de Zumba-les komen. Uw gat zou er wel bij varen. Wij beroemde Vlamingen, wij verlagen ons daar niet toe. Nee. Trouwens, ik heb toch mijn personal trainer. Oh ja? Ja. Xavier zeker. En wat traint hij dan? De armspieren, oh, hè? Dat is nu het ergste aan beroemd zijn, hè? Omgaan met de kleinzielige jaloezie van uw zogenaamd beste vriendinnen. Pascal, mijn porto is leeg. Ja, Carmen, ik kom al. Doortje. En die Julio, heeft die dan veel succes bij de meisjes? Ja, natuurlijk. Maar dat is eigenlijk ook het nadeel aan die cursus. Zo. Al die huppeltrutjes die daar zo allemaal rondhangen. Ja, dan heeft hij geen tijd meer voor de cursisten die echt iets willen bijleren. Huppeltrutjes? Ja. Al dat gedoe voor de porto. Zeg, nu dat je hier toch bent, hè, hoe zit dat eigenlijk met mijn BV-korting? U wat? Ja. Jij weet zeker niet wat voor een meerwaarde ik bijbreng aan uw café. Daar mag toch wel een kleine geste tegenover staan, hè? Carmen, sinds jij BV bent, komen hier de helft minder klanten omdat ze je gestoef niet meer kunnen aanhoren. En ik kan ze dat zelfs niet kwalijk nemen. Ah, merci. Die café-madamme van tegenwoordig, die kennen hun wereld niet meer. Hè. Trouwens, over wereldkennen gesproken. Ik weet wie er binnenkort op bezoek komt in de kazerne. En jij niet? Toch wel. Ah ja, wie dan? Zeg, dan ga ik u eens niet aan uw grote neus hangen. Ja, nee. Madame Viswijf. Woppa! Shake it, zoals op het strand van de Copacabana. Hop! Hey! Hup! Hey! Woppa! Hey! Hup! Hey! Hup! Zeg, de huisbaas. Ja. Ik moet echt niet weten wat jij in uw privé allemaal doet, maar ik zou dat wel erg op prijs stellen als jij dat in stilte zou willen doen. Meneer Fernand, ik heb een gat in de markt gevonden. Ja, en als jij zo blijft stampen, het gat in de vloer. Ik ga samba-lessen geven. Dat is super hip en trendy. En dat is tenminste iets anders dan altijd die Zumba. Dat is heel goed, manneke. Als ik daar maar geen last van heb. Ja, maar wacht. Ja, ik heb helemaal geen lokaal om die les te kunnen geven. En ik heb zelf ook geen geld om iets te huren. Dus... Nee, dat is uw probleem, manneke. Ja, maar nee, wacht. Ik dacht, stel dat ik nu eens die lessen bij u in het atelier zou geven. Ja. Dat jij gratis voor niks mijn atelier overnemen voor uw exotische uitspattingen in geen 100.000 jaar. Ja, Fernand, je begrijpt het niet. Kijk, mij is het enkel en alleen te doen om de meisjes. Ja. Aha, dus al dat geld van die inschrijvingen, dat zou dan voor u zijn. Oh. Ja, maar Fernand, en als je danst, dan zweet je. Ja, ja. Als je zweet, dan heb je dorst. Ja, ja. En als je ja. dorst hebt, dan drink je iets. Ja, ja, ja. En het is natuurlijk verboden om met eigen consumpties het leslokaal te betreden. Met dank voor uw begrip. Voilà. Hey, en als er nu een dame is zonder partner, dan kun jij toch inspringen. En het schijnt, meneer Fernand, dat er alleen maar knappe grieten op afkomen. In dat geval, leven de samba. Hey, samba, 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 samba. Woppa. Ik ben weer te laat. Carmen,
Hoe dikwijls heb ik u al gezegd? Hoe dikwijls heb ik u al gezegd dat jij geen geheimen mocht hebben voor mij? Ik heb geen geheimen meer voor u. Ah, nee. Ik durf niet meer. Oh. En uw hoog bezoek in de kazerne dan? Waarom heb je mij daar niks van gezegd? Hoe weet jij daarvan? Ik heb mijn bronnen. Carmen, dat is staatsgeheim, hè. Als ik daar iets over zeg, dan vlieg ik voor de krijgsraad. En wat denkt u dat er gaat gebeuren? Als je niks zegt! Prins Philip komt op bezoek in de kazerne. Prins Philip? Mijn favoriet lid van het koningshuis. Oh, Joke, ik ben zo fier op u. Je gaat me toch meepakken naar de kazerne, hè? Ja. Oh, dan kan ik hem eindelijk de hand schudden. Wat een eer voor hem. Joke, dat zal niet gaan. Maar luister dit toch. Och, kind toch. Het is niet waar. Het is niet waar. Het is niet waar. Is het niet waar? Het is wel waar. Och, Pieke, die Amerikanen weten niet wat ze missen. Maar enfin, ik ga zo blij zijn omdat ik u ga terugzien. Ja, ja, allee, tot morgen, hè, schatteke. En geef een dikke knuffel aan ons Paulientje, hè, van de mami. Ja, dag. Allee, kom eens al terug uit Amerika. Ja, ja. De firma waarvoor ze werkte, die was na een week al failliet door de crisis. Ja. Enfin. Carmen, wat kom jij doen? Oh. Het was maar om te zeggen dat prins Philip op bezoek komt in de kazerne. Maar dat wist ik toch al veel langer dan jij. Ja, ja. Maar wat je niet weet is dat mijn Xavier zijn hoogheid gaat mogen rondleiden. Xavier, prins Philip, amai, is het leger al zo leeggelopen? Absoluut niet, nee. Maar hij steekt er wel met kop en schouder bovenuit, hè? Ah, ja, met zijn 1,65 meter. Ruik ik hier jaloezie? Ah, wel, dan zal het nu pas echt gaan stinken. Want mijn Xavier heeft voor mij een royaal rendezvous georganiseerd. Oh. Ja, wij beroemde Vlamingen, wij gaan nu eenmaal met andere mensen om dan jullie cafébazine, hè. Ah, ja, en wel, ik verkeer in adellijke kringen. Hier, wat denkt jij dat dit is? Een versleten wekker. Dit antieke klokje heeft nog naast het bed gestaan van Leopold III. Allee? Ja, en de grootvader van Maurice die heeft dat ooit nog hersteld. Maar door het uitbreken van Wereldoorlog II is dat nooit meer tot op paleis geraakt. Oh, ja. Ja, dus, Carmen. Via Maurice ben ik rechtstreeks verbonden met het hof. Ja. Oh, goddekus. Dan ben ik rechtstreeks verbonden met Disneyland. Ja. Naast Xavier zijn bed staan een wekker met Mickey Mouse. Voor wat is het? Ah, voor de samba-lessen natuurlijk. Ah, ja. Ja, Hela, ik ben Ronaldinho, de lesgever. Zeg, jij hebt talent, hè? Ik zie dat. Komen er ook veel jongens naar de les? Ja, ik hoop dat, hè. Dat is goed, dat is genoeg informatie. Ja. Doeg. Hallo. Dat is attent. Dank u. Por favor. Geeft u ook danslessen? Ik ben de zakelijke leider. Maar als u een danspartner zoekt, dan wil ik mijn beuntjes wel eens trekken. Ja, misschien even een foto. Ah ja. Ja, speelt er maar mee, hè. Ah ja, ja. Zo? Ja, voilà. Dat zie je Ronaldinho graag, ja. Zo? Misschien iets meer? Ja. Ja, voilà. Ja, dus, ja. Oké. Okay. Ja. Ja, er is ook nog een kleine technische fout geslopen in het document, eigenlijk. Ja. Is het mogelijk om hier even te zetten of dat jij al dan niet een vaste relatie hebt? En waarom moet je dat weten? Ja, stel dat er hier iets gebeurt, dan moeten wij weten wie je moet bellen, natuurlijk. Oh, God.
Je hebt een heel mooi geschrift. Dank u. Oh, die. Zo zwierig zo, hè. Die ellen hebben ze van die rondingen. Dat is lief. Zeg maar Kaatje. Ah, zeg maar Fernaantje. Moet je mijn BH-maat ook weten? Dat is een goed gedacht, dat gedacht. Maurice, ik heb besloten om dat klokje terug te schenken aan het Koningshuis. Huh? Ik dacht dat je het zo graag zag. Ja. Maar we moeten toch ook vooral denken aan onze vorsten. Hm? Zo'n zeldzaam stuk familiegeschiedenis, dat mogen we hen niet weerhouden. Hm? Je bent een goed mens, Pascalke. Ja. Als ik nog eens uitgenodigd word aan het hof, zal ik het meenemen. Oh, nee. Zo lang kan ik niet meer wachten. Ik vind dat we ze dan morgen moeten teruggeven tijdens het bezoek van de kroonprins Philip aan de kazerne. Het is toch niet omdat Xavier en Carmen... Oh, maar nee. Maar fijn, Maurice, je kent mij toch. Nee, ik vind dat wij heel egoïstisch zijn als wij dat klokje nog één dag langer houden. Pascalke, ja? Ik denk niet dat prins Philip zelfs maar weet dat dat klokje bestaat. Ja, maar Maurice, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat wij een goede daad stellen voor de kroonprins. En dat moet per se morgen? Ja, ik zeg altijd, stel nooit uit tot overmorgen wat je morgen kunt verrichten. Ja, hallo, Ronaldinho geeft samba les. Ja, waar is die nu mee bezig? Ik zeg altijd, overal waar het bal is, daar zijn de meisjes. Trouwens, is dat niks voor Doortje? Ja, je hebt gelijk. Die gaat daar willen naartoe gaan, ze. En ik ga moeten meedoen. Die vlieger gaat niet op, zeg. Voilà. Hallo, man. Zie je, ik ben er. Wat doe jij met mijn affiche? Ja, dat kun je nu toch niet maken, hè, Ronaldinho? Ja, hoe? En de trainingen dan? Daar moet je geen zorgen over maken. Het is maar één avond in de week. Jamai, maar waarom houdt een echte sportman zoals jij zich nu bezig met zoiets stoms als dansles? Waarom? Daarom? En daarom? Zeg, hey. En daarom. Oh, die komen die allemaal. Oh, mooi. Dat ik deed. Dat ben ik thuis niet gewoon. Hé, Doortje, je moet eens kijken. Hier, Ronaldinho, die geeft vanavond sambales. Ah, allee. Ja, willen wij samen gaan? Oh, zou je dat willen doen met mij? Oh, natuurlijk. Oh, ja, als koppel moet je ook samen dingen doen. En jij danst zo graag. Oh, maar zeg, dat is zo lief van u. Enorm. Hey, Inge. Oh, eindelijk, kind. Ze slaapt. Kom op, schat. Ga zitten. Hey. Zeg, en was uw vlucht? De vlucht was oké, de aankomst minder. Oei. Mark is opgepakt voor terrorisme. Wat lief, zeg dat niet waar is. Ja, het is wel waar. Waarom verbaast mij dat nu niet? Allee, maar wat is er dan gebeurd? Bij de douane, toen ze Mark zijn koffer opendeden, riep Mark heel luid, boem. En die douanier die dacht dat zijn laatste uur geslagen was. Ja, ik hoop echt dat Paulientje nu verstand heeft. Ja. Zeg, Bieke, en wat nu? Tja, de politie heeft hem opgepakt en meegenomen. En gelukkig hebben ze Pauline en mij laten gaan. Ja, kinderen. Wel, Maurice die zal zijn connecties wel aanspreken. Hè, om te zien wat we voor Mark kunnen doen. Hè. Ah, misschien kunt je die ineens aan prins Philippe vragen, niet Maurice? Prins Philippe? Ja, we gaan die straks zien. Geweldig, hè? Enfin, Bieke, maak u geen zorgen om Mark. Wij lossen dat op. Oh, ik hoop echt dat ze hem niks aandoen, hè? De dood met de kogel. Bang! Paul! Zeg, is Bieke nu nog niet genoeg geschrokken? Maar ze zullen daar wel inzien dat het een misverstand is. Hè? En Mark heeft nu toch genoeg verstand om het niet nog erger te maken, hè?
komen ondervragen. Zoals op tv. Allee, doe maar. Meneer Vertongen? Mark? Nee, nee. Dat is mijn schuilnaam. Mijn naam is Osama Bin. Osama Bin. Vertongen. Ja. Meneer Vertongen, ik moet u waarschuwen. Wij lachen niet met dat soort grappen. Ai. En met welke soort dan wel? Wij zijn hier onze kostbare tijd aan het verdoen. Meneer, hier is een flauwe plezante. Nee. Brit. Dat denk ik niet. Meneer Vertongen. Osama Vertongen. Ik heb u wel door. Huh? Oh. En als u ons helpt, dan kunnen wij u helpen. En anders dan ziet het er zeer slecht voor u uit. Wie zijn de leden van uw cel? Mijn cel? Maar ik zit toch nog niet in de cel? Uw Al-Qaeda-cel, meneer Vertongen. Pasmans. Tijdens mijn laatste FBI-cursus hebben ze mij voor dit soort individuen gewaarschuwd. Gehaaide terroristen die zich voordoen als onnozele snullen om zo de veiligheidsdiensten te kunnen omzeilen. Ja, maar ik ben wel echt een onnozele snul, hè? Zelfs een kieken volgens meneer Boma. Meneer Boma, dat is uw leider? Nee, dat is onze voorzitter. En de baas van Radio Allo, waar ik mijn programma's presenteer. Ah, er is dus ook een zender die de terroristische acties coördineert. Dat is gigantisch. Meneer Vertongen. Ja. Waarom riep u boem tijdens de douanecontrole? Wow. Zomaar. Die douaneer die was zich aan het vervelen. En ik had er eigenlijk compassie mee, dus ik dacht, ga die meneer eens goed doen lachen. Maar u beseft toch dat dat soort grappen u een fikse boete kan opleveren en een gevangenisstraf? Maar als u ons nu meteen al uw contactpersonen geeft, dan kunnen wij daar eventueel een mouw aan passen. U kan zelfs voor ons undercover komen werken. Ja, maar ik ben wel geen terrorist, hè? Ziet je wel. Maak dat de kat wijs. Meneer Vertongen, we hebben u. En ofwel werkt u mee, ofwel lever ik u uit aan de Amerikanen. En dan duurt het minstens nog 10 jaar voor u weer op vrije voeten bent. 10 jaar? Dan mis ik de eerste communie van ons Paulientje. En de plichtige. Ik wil naar huis. Gevaarlijke terrorist. Ja, maar Sjoeke, je mag niet binnen, je hebt geen pasje, je bent niet uitgenodigd. Jij lost dat wel op, hè, mijn genietroeperke. Ik moet de Philippe rondleiden en als er iets verkeerd gaat, dan vullen ze mij levend. Ja, nu niet flauw doen, hè. Ja. Ik passeer toevallig en als hij er is, dan laat hij mij binnen, hè. Ze gaan dat zien, dat jij niet toevallig passeert. Wij gaan dat heel onopvallend doen, hè, mijn boeleke. Van al geweten, hè? Ja. Oké. 5, 6, 7, R. Ja. 2, 3, 4. Ja. Fernand, je leidt weer? Ja, met lange ei, ja. Bon, laat ons eerst iets anders proberen. Oké, goed vanuit de heupen. Ja, en voel het door je lichaamstroom. Ja? We beginnen op 5. Oké. 5, 6, 7, R. Ah, ben ik schroefje. Ah, Wieke. Ah, carnavalnummerke aan het instuderen. Hoe zijn je al terug? Ah ja, zoals je ziet. Hè. En ik kom vragen of Mark en ik terug in de loft mogen komen wonen. Ah, nee, dat gaat niet, Wieke. Ik heb mijn woord gegeven aan Ronaldinho. En je weet, bij Fernand, een woord is een woord, hè. Ah, ja, en dat was duidelijk een ja-woord. Hè? Zijn jullie al lang een koppel? Nee. Nee, Bieke, dat is een misverstand. Nee, ik ga hier Sam maar les geven. Mm-hmm. En Fernand, dat is mijn assistent voor de iets rijpere dames zonder partner. Hè? Mm-hmm. Ik was er net aan het uitleggen hoe dat je die samba danst. Ah, dat was samba? Oh, dat leek voor mij meer op de vogeltjes dansen. Nee. Ja, dat is ook niet zo'n kenner gelijk ik en Bieke. Ja, typisch iets voor u. Hè? Een grote mond, maar niet weten waarover het gaat. Hè? Ja, maar zo ben ik, hè, Fernand. Ja. Zeg, en welk type samba gaat je dansen? Ja, samba en redo, samba común of gewoon samba reggae? Samba hier, samba daar. Samba is hè? Ja. En niet spreken tot de prins tegen u spreekt, waterslagers. En hem vooral geen dagschotel aanbieden, waterslagers. En geen flauwe grapjes maken over het leger, waterslagers. Kolonel,
Ik vind dat eerlijk gezegd nog altijd een slecht idee. Ik ook. Dat begrijp ik, luitenant. Maar de prinselijke staf heeft waterslagers persoonlijk geselecteerd. Dus ik reken erop dat alles vlekkeloos zal verlopen, waterslagers. Anders zijn de gevolgen voor u. Bon, zijn er nog vragen? Dan ga ik de prins nu persoonlijk opwachten. Tot zo dadelijk. Jij weet wat er u te wachten staat als je de zaak in het 100 laat lopen? Waterslagers! U gaat mij levend villen, luitenant! Wie dat hier hebben? Spijtig dat de prins geen tijd zal hebben voor u, hè? Ah, nee? Wel, dan zullen we dat wel eens zien, ja. Mag ik hier eens door, alsjeblieft? Ja, uit de weg. Nee. Stop. Pardon. Excuseer. Ja, pardon. Ja. Dank u wel. Merci. Ja. Ja. Allee, Maurice. Philippe moet u toch kunnen zien staan. Als Philippe goed uit zijn ogen kijkt, zal hij mij zo ook wel zien. Pardon, meneer. Allee, Maurice, kom. Oh, ze zijn er! Oh, ze zijn er! Maurice, zet die klak af. Pascal, stel u aan. Oh, en Carmen niet zeker. Doe wat je wilt, ik heb er genoeg van. Tot straks. Oh, allee, Maurice, kom aan. Koppengaard. Oh, prins! Ja. Prins! Ja. Prins! Ja. 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 Oh, prins! Majesteit. Heeft hij niet aan zijn ogen? Vraag het aan uw Maurice. Dat is toch zijn dikke vriend? Brigadier! Hier! Kanaar! Hier! Dag, kolonel. Het is voor mij een zeer groot genoegen dat u mij hier wilt ontvangen. U weet, ik heb een gedeelte van mijn opleiding gevolgd hier in deze kazerne. Zeer leuk, zeer leuk. Boeiend. Ik hoop dat u er alleen maar goede herinneringen aan hebt overgehouden, monseigneur. Absoluut, absoluut. Alleen in de officiersmes de, comment il faut dire, de saucisse de cocktail. Ja, de cocktailworstjes. Cocktailworstjes, voilà. Dat was dé goed aan het marmel. Mijn voorganger, kolonel van de Zijpen, ja, die had nogal een nauwe band met een plaatselijke vleesboer, nietwaar? Maar we zijn van leverancier veranderd. Prachtig. Bon, wie leidt mij rond? Ja. Tot uw orders, sire. Wij zijn hier allemaal militairen onder elkaar. Zeg maar gewoon, prins Philippe, u bent... Sergeant Waterslagers. Ah, oui. Ja. Ja, oui! Ja, prins Philippe. Oei. Prins Philippe! Prins Philippe! Kent je mij niet meer? Van op tv! Nee! Oh, ja. Dat is ook een gevalletje apart. Het is zoals mijn papa dikwijls zegt, wees daar eens mee getrouwd. Prins, moest het eens weten. Zeerlijk, zeerlijk. Bon. Toon mij eens volop uw kazerne. Allee, zeg! Xavier! Vergeet mij niet! Ik sta hier nu toevallig! Wat zijn de namen van uw contactpersonen? Bent u van plan om op Belgisch grondgebied een aanslag te plegen? En zo ja, waar? En zo ja, wanneer? En zo ja, met wie?
Wat is uw modus operandi? Pasman, slaat hem toch gerust. Hm? Je ziet ook dat hij helemaal van zijn melkjes krijgt aan een serieus woord uit. Abdel is ook niet, hoor. Binnen. De resultaten van het labo. We hebben de vloeistoffen die u bij zich had in uw koffers meteen laten analyseren. Laatste kans om te bekennen. De vloeistoffen bestaan uit melk, cacaopoeder, suiker, Johannesbroodpitmeel. Dat is een natuurlijk verdikkingsmiddel. Ja, dat lijkt eerder op chocolademelk, hè? Dan op een thee. 20 flesjes. Ja, ik had die meegebracht van Amerika. Dat zijn allemaal merken die je hier niet kunt vinden, hè? Bon, dan denk ik dat we bij deze zaak kunnen afsluiten. Laten we zeggen dat meneer Vertongen buiten zinnen is geraakt door het grote drukverschil bij de landing. Mag ik naar huis? Ja. Maar als je nog eens zo'n grap uithaalt, dan gaat je wel voor 20 jaar de bak in. Hm? Oh, dank je wel. Dank u. Oh. Bieken en Pauline, die gaan zo ongerust zijn. Waar kan ik mijn chocomelk afhalen? Nergens. Huh? Die zijn vernietigd. In het labo. Bent u niet een beetje te oud om in het leger te zijn, sergeant? Ach, prins, als ik mijn vaderland maar kan verdedigen en weg ben van mijn vrouw. Ja. Prins! Prins! Daar, hier is de sporthal, denk ik, want ik ben daar jaren niet meer geweest. Daar heb je die lawaaivrouwtjes weer. Luitenant! Haal die twee daar weg! Voor een ongelukken gebeuren. Kolonel. Prins. Prins, wilt u geen gastoptreden doen? Ik ben een tv-show. Majesteit, niet op haar letten. Ik ben de verloofde van uw hele goede vriend, jonkheer Maurice de Prater. En ik heb een zeer waardevolle verrassing voor u. Hela. Je verstoort het bezoek van de prins, hè? Muitensibels. U hoort het is van een ander, hè? Meenemen! Maar nee, laat mij los, zeg ik. Laat mij los. Maar nee, ik ben beroemd, hè. Huizen! La! Jij ook, hè? Ja, maar ik heb wel een heel mooie verrassing voor zijne majesteit. Pas op, hè. Pas op, hè. Dat is een koninklijk familiestuk. Dat doet tik-tak. Oh ja? Oh ja. Tik-tak. Tik-tak, tik-tak. Tik-tak! Een bom! Nee. Is dat de nieuwe tactiek? Nee, tik-tak. Tik-tak. Oké. Voilà, dat is goed. Je weet het, beginnen op rechts. Klaar? En... iedereen? Hup! Ja! Dat is goed. Perfect. Ja, prima. Oké. Goed. Ja. Oké. Voilà. Ja. Oké, ik zie dat iedereen die basispassen onder de knie heeft. Ja. Ik denk dat ik iets verkeerd doe, maar ik weet niet direct wat. Ja, ik ook niet. Probeer eens iets anders, hè. Daar komen we later wel op terug. Eerst is tijd om te dansen met partner. Ah. Ronaldinho, er zijn toch niet genoeg mannen? Oh, maar dan wil ik anders wel inspringen. Ja, niks van zeg. Kom, jij met mij eens dan. Pardon. Dames, dat is geen probleem. Ik ben mans genoeg voor jullie allemaal. Dan meisjes. Chicas, doe dit mee. Ieder krijgt zijn deel, ja? Ik begin, Wendy. De muziek, ja, pas op.
Voilà. Heel belangrijk. Vanuit de heup. Ja. Op rechts. Ja. Voilà. Hoe bent u? Oh, mooi. Hoe bent u? Allee, change. Ja. Oh, mooi, dat is hoe bent u. Zeg, en wij dan? Ja, dansen we onder elkaar, dat zou wel lukken, hè. Je had beloofd mij ook speciale aandacht te geven. En mij ook. Oeh, ik dacht dat ik de enige was. Heb je tegen ons gelogen? Maar nee, ik heb tegen jullie allemaal de waarheid gesproken. Ik wil mijn geld terug. Dit is niet serieus. Ja. Ik ga alleen maar met jong volk bezig. En van ons wilde gewoon profiteren. Ja. 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 Mensen, het is de eerste les. Al het begin is moeilijk, hè. Daar is toch wel een oplossing voor. Ah ja? Ja? Kom, Jan. Oh. Kunnen wij nog eens proberen vanuit de heupen? Mos, zeg. De heupen hier. Hey, praat als ik hier in mijn armen heb, dan voel ik me 30 jaar jonger. Ik heb graag een vent waar dat veel pak aan is. Zo'n echte reuzen teddybeer. Oh, maar zo ben ik nu helemaal. Zie je dat wij aan het dansen zijn? Wie denk je dat je zei? Een man. Man. Oh. Allee, is dat nu die straf, zeg? Voor de keer dat nu mijn voorzitter een paar dagen vastzit op de voedingsbeurs, wordt zijn kruisram en zijn café madame ondervraagd door de staatsveiligheid. Zit dat kieken in de bak met zijn bom van chocomel. En zijn een trainer en zijn een spits krijgen een pak slaag dat niet schoon is. En ik, hè? Ja, ook wel. Ja, bij u ziet je dat verschil niet. Barbaren zijn het. Ja, ik heb niet eens prins Filip tegen mijn boezem kunnen drukken. Ja, en mijn antiek klokske van Leopold III naar de vaantjes. Oh, zonder dat stom klokske was er niks gebeurd. In ieder geval geen dansles meer in mijn kot. Beke mag terug in de loft komen worden, dat is veel veiliger. Zeg, merci, Fernand. Dan moet ik terug bij onkel Bouw wonen en kan ons mama weer controleren, zeg. De bemiddelaar is daar. Valt goed mee. Ik heb met de hofmaarschalk gesproken en prins Filip is ervan overtuigd dat Xavier hem gered heeft van een aanslag. Maar hij zal wel vervroegd pensioen moeten nemen uit het leger in het kader van de verjonging. Ja, kolonel De Brand insisteert daarop. Ah, dank u wel, Maurice. Merci. Bedankt prins Filip, maar hij vond u bijzonder sympathiek. Een voorbeeld voor de natie, heeft hij blijkbaar gezegd. Ik zou hem heel graag willen bedanken, maar ik ga die nooit meer zien, hè. Ja, ten... Oh. Uwe edelheid. De prins hier. Gijs Filip, ben je dicht? Ik ben Balthazar Boma. Pinnenzee van de Boma-vleesindustrie uit Hervé. Afraté. Boma, is dat niet dat merk van die degoutante saucissen van in de officiersmes? Die zijn van u? Zijn broer ken ik beter. Ah, voilà. Heeft er nog zijn Ferrari? Sergeant Waterslagers, werkelijk u hier te zien. Mijn mond schiet vol tanden. Hoe gaat het met u? Nu ik u zie, goed, prins Filip. Prachtig. Oh, prins Filip, ik ben uw favoriet. Maar laat mij toch eens los. Prins Filip, ik heb een tv-show en ik kom in uw Daar heb je weer dat lawaai vrouwtje. Bon, ik kan niet lang blijven, maar ik wil tonen mijn zeer grote dankbaarheid. Daarom deze medaille voor moed en zelfopoffering. Proficiat. Nu moet ik terug naar Laken. Dank u. Ah, voilà, Maurice. Wanneer zien wij jou nog eens terug op het paleis? Want ik moet zeggen, de laatste tijd, oulala, de wasmachine van mijn vrouwtje, ze laat alles volop lopen. Zo vlug mogelijk, monseigneur. Meneer de Bries, schijnt dat je op zoek bent naar betaalbare antieke meubeltjes. Wat een boer. Moet je kennen. Een echte
Echte medaille. Och, garme toch. Dat Carmen dat niet heeft meegemaakt, hè. Zeg, eigen schuld, hè. Ja, altijd zo willen opvallen, madame BV. Je moet die kennen, hè. Ja. Oh, met de redactie van TV-ster? U spreekt hier met... Ik heb een prachtig verhaal voor uw volgend nummer. Man van Belspelvedette, Carmen Waterslagers, redt prins Philip van aanslag, gepleegd door jaloerse cafébazin. Echt gebeurd? Echt gebeurd? Ja.